top. Ja, iedereen werkt hier toch met hart en ziel. Ja, het is eigenlijk één grote familie, de medewerkers. En dat merk je dan ook in zulke dagen, als je dan in de kantine zit, dat je elkaar toch ook heel hard nodig hebt. Want het was even enorm schrikken voor de medewerkers toen in april het bericht kwam dat Houtbrocks failliet ging. Ja, dat was natuurlijk een ontzettende domper. Zeker omdat deze winkel eigenlijk best goed loopt en nog steeds loopt. En ja, dan is het toch heel gek als je dan te horen krijgt dat er een faillissement aankomt. Dat was heel vervelend natuurlijk, een déjà vu eigenlijk. Ik heb heel lang bij VD natuurlijk gewerkt en ja, dan hoor je dat het over is. Ik kon heel snel hier aan de gang, gelukkig, want het is echt hartstikke leuk hier. En toen kwam het hier, het begon het hier. Want veel personeel werkt er al jaren. In juli 35 jaar. En dat geldt ook voor de klanten. Ik was net getrouwd, dus dat is 43 jaar. Ik vind dat er zonder deze winkel, waarom moet je dan nog naar Uden komen? Dus ik ben heel blij dat u bleef bestaan. Mensen zijn zo blij nu. Ze komen ons feliciteren. Van jongens, goed dat jullie doorgaan en wij blijven jullie steunen. Dat is natuurlijk geweldig. De vestiging in Uden blijft sowieso. Of ook al het personeel kan blijven is nog niet bekend. Naar schatting 450 van de ruim 500 banen blijven behouden.